Hallo allemaal, fijn dat jullie weer kijken en benieuwd zijn naar mijn beauty aankopen van de afgelopen 2 à 3 weken. Normaal shop ik niet zo heel erg veel meer de laatste tijd, maar dit keer hebben een aantal beautymerken mij weten te verleiden. En ik heb het heel eventjes in een beautymandje gestopt. Ik ga gewoon van start gaan en random uithalen wat ik allemaal gekocht heb. Ik ben bij de parfumerie geweest, ik ben bij Primark geweest waar ik beauty spulletjes gekocht heb. Ik ben bij Douglas in Nederland geweest. Kortom, jullie zien het zo dadelijk voorbij komen. Als eerste bij de Primark heb ik 2 paar valse wimpers gekocht. Deze zijn veel natuurlijker dan de bovenste. Dit zijn echt dramatic eyelashes. Deze zijn eerder wat natuurlijker. En kosten beide 1,50 euro. Het leek mij de moeite waard om het een keertje uit te proberen. Ik weet niet of ze van kwaliteit echt bijzonder zijn. En dan heb ik overigens ook een tulband gekocht. Dat ziet er zo uit. En wat is dat eigenlijk? Dat is zo'n haarband die je dan op je hoofd zet. Of ja, een haarband is het niet, een echte tulband is het. Die je op je hoofd zet als je je haren pas gewassen hebt. Om het eigenlijk te laten drogen. En dan kan je het dus zo bij elkaar spelden. Zodat je haar eigenlijk er helemaal ingewikkeld zit. Normaal kost zo'n tulband bij Primark 1,50 euro. Maar deze waren toevallig in de aanbieding en kosten nu nog maar 50 cent. Dus ik had zoiets van, why not? Ik heb al zo'n gelijkaardige tulband, maar die was volledig wit. Dus gewoon wit badstof. Maar zo'n tijgerprintje vind ik mij leuker om te gebruiken. Vandaar dat ik dat gekocht heb. Wat heb ik dan nog meer gekocht in Nederland? Want ik ben ook bij de Primark in Nederland in Eindhoven geweest. En ook daar kocht ik dit product. Niet in de Primark, maar wel bij de Tuinen. De Tuinen kennen wij niet meer in België. Dat noemen wij ons Essenza, die winkel. En ik kocht daar een flesje van 150 ml castorolie. En castorolie, misschien kennen jullie dat, misschien ook niet. Maar het is zo'n olie die je voor van alles kan gebruiken. Onder andere, het is een kalmerende en verzachtende olie. Dus op droge plekjes op de huid kan je het gebruiken. Je kan het ook gebruiken als intensief haarmasker. Dus waarbij je het in je haar inmasseert en het vervolgens laat inwerken. Maar ik heb het gekocht voor op mijn wimpers aan te brengen. Het klinkt misschien heel erg gek dat je een olie aanbrengt op je wimpers. Maar ik heb op YouTube een filmpje gezien van een dame die gedurende 6 maanden iedere avond castorolie aanbracht op haar wimpers. Net op plaats, op de plaats waar je eigenlijk een eyeliner zou zetten. Daar bracht ze iedere avond castorolie aan en haar wimpers waren na 6 maanden veel voller, veel dikker en veel sterker, waardoor ze minder uitviel. En dat effect zou ik ook wel heel graag willen bekomen, vandaar dat ik dit flesje heb gekocht. En deze kostte rond de 4 euro. Ik weet niet meer heel precies. Ik zal de prijzen wel ergens in de descriptiebox of in mijn blogpost zelf vermelden. Maar het was echt een mirakel. Het leek wel alsof het onmogelijk was. Maar castorolie is afkomstig uit vruchten van de wonderboom. Dus misschien vandaar dat mirakel. Wat kocht ik nog meer in Nederland? Dat was namelijk bij Douglas de Roller Lash Mascara. Je kan die ook in België kopen bij Ino. Maar aangezien er niet zo heel veel filialen bij de Ino Benefit verkopen, heb ik hem gescoord bij de Douglas in Nederland. En de Roller Lash ziet er zo uit. Niet alleen de verpakking is prachtig, maar ik ben ook zeer, zeer benieuwd naar de resultaten. Ik heb er heel veel goeds al online over gelezen. En de verkoopster bracht de Roller Lash Mascara ook aan bij mijn mama. En de resultaten waren echt subliem. En ik had ook de indruk dat de verkoopster bij Douglas veel meer inging op persoonlijke vragen en ook persoonlijk advies gaf. Want daarnaast kreeg ik niet alleen leuke tips, maar ging ze ook verder en deed ze een advies naar huidverzorgingsproducten. En ik kreeg een paar staaltjes mee, want ze raadde eigenlijk voor mij de Origins producten aan. En ik kreeg 2 staaltjes van een scrub van het merk Origins. En ook een overnight mask, een sample daarvan. En het masker zelf noemt het Drink Up Intensive Mask. Dus ook van Origins. Ik ga sowieso vanavond beide producten een keer uitproberen. Oeps, daar valt het masker al. Sorry. Maar ik ben zeer, zeer benieuwd naar de resultaten. En mogelijk gaan jullie dan ook de productjes weer, of de zakjes weer zien voorbij komen in mijn opgemaakt artikel van de volgende maand. En dan vertel ik er ook altijd kort bij wat ik nu effectief van de producten vind.
Bij mijn aankoop van de mascara zelf kreeg ik ook een testertje van de parfum. En blijkbaar is het wel de gewoonte dat bij Douglas vaker eigen gemaakt staaltjes meegegeven worden. Want zo kreeg ik bijvoorbeeld dit staaltje. En dat is van de Yves Saint Laurent Manifeste Eau de Parfum. Dus het is een geurtje, maar het is geen geurtje wat zo van die samples die door merken aangeboden worden. Maar dit is een geursample die zelf gemaakt is door Douglas. En ik had wel de indruk dat ook bij Douglas algemeen veel meer ingegaan wordt op het persoonlijke. En dat vond ik wel heel erg leuk. Wat kocht ik dan nog meer? Maar niet meer in Nederland, maar in België. Dat zijn twee voedproducten van het merk Alessandro. En deze kocht ik bij de Anne Diego pop-up store in Antwerpen. Zeker de moeite waard als je in Antwerpen bent om bij de Anne Diego pop-up store langs te gaan. Aangezien ze een heel mooi aanbod doen van Alessandro, Pupa, LCN en nog heel wat andere toffe en leuke merken. Maar wat kocht ik? Ik kocht namelijk een food mousse, dus een voetenbalsem, maar dan in moesvorm. Ik ben nogal into moesproducten, dus deze lijkt me heel erg fijn. En bevat ook 10% ureum, wat ook wel gekend staat als een zeer intensief werkend hydraterend product. En het kan ook gebruikt worden op probleemzones, dus als je bijvoorbeeld goed schimmels hebt, kan het perfect gebruikt worden. En het andere product dat ik kocht zijn voetsokjes. Het noemt de Petix Feet Therma Soft. En het zijn dus, het is een, oh ja, het zit in een plastic zak, dus ik kan het niet laten zien. Maar het is eigenlijk twee kousjes die je kan aandoen en die je moet vullen met warm water, waardoor het product dat in de kousen verwerkt zit, gaat smelten en dus eigenlijk intensief hydraterend gaan zijn als masker voor je voeten. Het is slechts eenmalig te gebruiken, dus dat is wel heel erg jammer. Maar ik ben er zeer benieuwd naar, dus daar mag je ongetwijfeld nog wat over verwachten. Wat heb ik nog meer gekocht? Ik ben langs gegaan bij MIJN. Daar heb ik twee lippenproducten gekocht, namelijk een lippenpotlood dat zeer, zeer populair is voor het moment. Namelijk in de kleur Sour. Dat ken je wel misschien, dat is namelijk het Kylie Jenner lippenpotlood in een soort, ja, het is een beetje een mix tussen oud roze en bruin. Zo kan ik het misschien het beste omschrijven, maar daar mag je ook nog wel een review over verwachten. En ik heb een lipstick gekocht van MAC in de kleur Angel. En dit is een frost lipstick, dus als je wat bekend bent met de finishes van MAC, dan weet je misschien wel wat ik daarmee bedoel. En dit is een hele mooie roze lipstick. Online heb ik daar al heel wat moois over gelezen, dus ik ben zeer benieuwd wat ik er zelf van ga vinden. Wat heb ik dan nog meer aangekocht? Dat is namelijk een foundation brush van het merk Bobbi Brown. Full Cover Face Foundation Brush. En het lijkt wel op een kleine kabuki. Dus met hele zachte, ik denk geitenhaartjes, maar dat moet ik nog heel eventjes opzoeken. Maar normaal spendeer ik niet zoveel geld, maar deze was meer dan de moeite waard om de prijs daarvoor te betalen. Aangezien ik online zoveel goeds erover gelezen had, moest en zou ik deze gewoon uitproberen. Dus het handvat of de brush zelf is niet zo heel erg groot. Als je dat vergelijkt met mijn handpalm of zelfs met de volledige hand. Mijn volledige hand en ik heb niet zo extreem grote handen, dan is het eigenlijk wel een best klein kwastje. En tot slot heb ik nog een serum gekocht van Estée Lauder en dat is namelijk dit. Het is het Estée Lauder Advanced Night Repair Serum en dit is de versie 2. Ik weet niet eigenlijk of versie 1 überhaupt nog te koop is, maar ik heb versie 2. En in mijn opgemaakt artikel van de maand april zag je al dat ik zo'n sachet opgebruikt had van Estée Lauder, van dit serum. En ik was namelijk zo onder de indruk dat ik moest en zou dit serum kopen. Nu, ik heb het kleine formaatje gekocht. Dit is dus de 30 ml, omdat ik toch niet 100% zeker ben hoe mijn huid er nu effectief op gaat reageren. Vandaar dat ik de kleine versie gekocht heb. Ik heb het nog niet getest. Vanavond zal of ja, misschien vanavond niet, want vanavond wil ik heel graag dat overnight mask van Origins uitproberen. Maar vanaf morgen ga ik zeker hiermee aan de slag. En ik kreeg ook bij mijn aankoop een, dit is een sample van een Idealist lijn, de Even Skin Tone Illuminator. En dit is een mooie sample naar waarde, want het is 7 ml inhoud. Dus hier kan je effectief wel
het een en het ander mee. Dus qua testen biedt het een meer geloofwaardige ervaring dan zo'n klein zakje natuurlijk. Voilà, dat waren mijn aankopen, mijn beauty aankopen van de afgelopen weken. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust. Prijzen zal ik zeker nog vermelden. Van een aantal producten mag je zeker nog reviews verwachten. Dus stay tuned for that. En ik zie jullie hopelijk snel een volgende keer. Tot ziens, dag!